Hoi, het leek me een goed idee om vandaag weer eens een shoplog op te nemen. En ik heb best veel dingen gekocht, wel heel veel verschillende dingen. Een klein beetje mode, een klein beetje interieur, een beetje accessoires. Ik begin met de minderheid, de kleding. Ik was in de stad en ik was helemaal niet van plan om kleding te gaan kopen. Maar ik liep langs de Bershka en toen zag ik een heel leuk topje. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon even naar binnen. Dat topje heb ik uiteindelijk niet gekocht, maar wel twee hele mooie jurkjes. Ik was ook tot de conclusie gekomen dat ik wel wat nieuwe jurkjes kon gebruiken voor het najaar. En ik kwam bij Bershka echt precies tegen wat ik zocht. Het eerste jurkje is deze mooie aubergine kleurige. Heeft een heel subtiel streepjes patroon erin zitten. Hoge kraag, mooie belijning onder de borst. En heeft aan de onderkant... Vond ik ook wel heel leuk dat hij dus hier in een soort, ja, hoe noem je dit? Ik heb echt geen idee, maar dat hij dus, ik kan het ook helemaal niet laten zien dat hij niet recht loopt in ieder geval. Ik laat hem aanzien, want dan krijg je een wat beter idee, want dit gaat natuurlijk nergens over wat ik nu allemaal zeg. Ik heb geen idee hoe ik het allemaal moet benoemen. Is dit heel mooi nauwsluitend? Ik ga eigenlijk nooit bij Bershka naar binnen, omdat niet echt voor mijn figuur gemaakt is de kleding daar. Vaak pas ik het niet eens, als ik heel eerlijk ben. Dus dat ik dit wel paste, dat verraste me en het was ook echt... Precies wat ik zocht. Dus heel erg blij. Dat was mijn eerste jurkje. En dan kocht ik er nog een. Die vind ik ook heel gaaf. Die is grijs gemêleerd. Ook weer met een hoge kraag. En heel mooi. Weer een effect onder de borst. Nog wat langer. Heel lekker. Ja, lekker. Ja, comfortabel stofje wel. En deze vind ik ook echt heel erg mooi. Ook weer precies in mijn straatje. En dit soort jurkjes zijn zo moeilijk te vinden. H&M heeft het niet. Zara heeft het niet. Mango heeft het niet. Forever 21 heeft het niet. Mocht je nog... tips hebben, misschien dat ze het wel hebben, dat ik gewoon wat beter moet zoeken. Let me know, want ik wil echt meer van dit soort jurkjes. De grote tas van Hema. Hema had ook weer echt hele leuke dingen. Ik ging eigenlijk voor de Fab collectie. Hema heeft namelijk een samenwerking met dat merk. En Fab kun je kennen van de portemonnees met de sterretjes. Volgens mij hebben ze ook tassen. Best wel een duidelijk stijl. En ik kocht van Hema en Fab dit leuke iPhone 6 hoesje. I love you more than all the stars. Maar ze hadden eigenlijk nog veel meer leuke dingen. Sleutelhangers, regelaarsjes, kettingjes. Het zag er echt allemaal heel leuk uit. Ook super leuk verpakt dat je het ook heel leuk cadeau kan geven. Nog even een klein dingetje over de iPhone. In mijn accessoire video voor de iPhone 6 liet ik ook snoertjes zien van Hema. En dat reageerden jullie ook wel een paar van jullie van, moet je niet gebruiken. Kan er batterijstuk van gaan. En ik dacht dat dat een fabeltje was. Blijkt echt waar te zijn. Goedkope kabeltjes zijn niet goed voor de batterij van je telefoon. Dus gebruik alleen de echte kabeltjes. Of volgens mij kan je Belkin, dat is een dure merk, waar ik dat gouden kabeltje wat je ook in de video kunt zien van heb. Dat kan volgens mij nog wel, maar niet die goedkope kabeltjes, want je kunt echt je batterij ermee om zee helpen. Maar dat is tussendoor. Dan kocht ik ook nog... een watervalhoesje. Deze is niet van de Fab collectie, maar van de gewone Hema collectie. En dit is echt te gek, want deze hoesjes zijn echt 30 euro bij Urban Outfitters of zo. Online ook nog best wel duur. En bij Hema 7 euro. Deze vond ik ook heel mooi met turquoise sterretjes. Super leuk. Dus die nam ik ook mee. Een tip bij Hema. Dan deze pennenset. All That Glitters Is Gold. Always Leave Sparkle. Gold Is Great. En Hello Gold. Hele leuke set met pennen. Ik schrijf nog best wel veel to-do-lijstjes, boodschappenlijstjes. Hele leuke set, dus die heb ik ook meegenomen van Hema. Nog wat voor in de keuken. Servetjes. Truly love to cook. Is niet echt op mij van toepassing. Maar vooruit, ik vond de print wel heel leuk. Dan heb ik ook nog een pannenlikker in die stijl met een turquoise siliconen deel. En dan het hout is heel leuk ingegraveerd. En koperkleurige soeplepel. Heel tof. Ze hadden ook nog spatels of pannenschapers, ik weet niet precies wat de juiste naam daarvoor is, in deze koperkleur. Maar daar, ja, dat heb ik maar niet gedaan, omdat dat toch wel erg slecht is voor je pannen. Maar soep, dat is toch iets minder riskant. Panty gekocht, fijne, wat dikkere panty. Super stretch, perfect fit, everyday basic. Wat je al niet over een panty kunt zeggen. En dan kocht ik het laatste ding. Heel leuk. Ze hebben nu bij Hema allemaal letters met lampjes erin. Ik wilde eigenlijk een V en een C. Ze hadden natuurlijk geen V en een C. Vond ik heel jammer, want ik dacht, oh, dat is tof om mijn kantoor neer te zetten. Toen kwam ik iets anders tegen met die lampjes. En dat is deze koperkleurige Eiffeltoren. Ik weet niet of het misschien toch een beetje te kitsch is.
Ja, mij leek het wel gewoon heel erg leuk om in mijn kantoor neer te zetten. Er zat ook al heel veel kerstdingen bij Hema. Ik weet niet of dat daaronder valt. Dit lijkt me eigenlijk niet te doen dat dit best het hele jaar door kan. Dus ik ben gezwicht voor de Eiffeltoren. En ik ga denk ik online nog even kijken of ze misschien toch die V en die C hebben. Want ik zou het wel heel leuk vinden. Ik zou ook echt helemaal Vera Camilla kunnen doen. Maar ik denk dat dat een beetje too much wordt. Ah, ik super dol. Ik kon de stad niet verlaten voordat ik naar H&M Home was geweest. Oh, en er zit ook nog één kledingstuk in, bedenk ik me nu. Die zal ik er wel als eerst even uithalen. Dat is deze grijze wollen trui met knopen. Vind ik zelf heel leuk. Heb ik bij deze trui ook van die knoopjes op de schouder. En ja, gewoon heel comfy, een beetje baggy. Fijne trui voor de winter. Ik heb allemaal breekbare dingen gekocht. Een theelichthouder. Als ik iets wil heb, zijn theelichthouders. Maar ik vond deze echt weer zo tof met dat bubbeltjesglas en die gouden rand. Heel cool. Heb ik ook in die stijl een vaas gekocht. En ik heb deze al, die lijkt er heel erg op. Die is hoger en de bobbeltjes of de belletjes zijn wat kleiner. Dus ja, ik zat wel echt zo van, ik ga nu bijna dezelfde vaas kopen, ben ik gek. Maar ik moet wel toegeven, ik gebruik die vaas heel veel. En ik vind deze nog net wat mooier eigenlijk. Met de gouden rand. Dus ik dacht, oké, vooruit. En ik zit eraan te denken om er misschien wel een plantje in te doen. Dat lijkt me wel leuk. Wat denken jullie? Zou dat kunnen? Deze mok vond ik ook echt onwijs leuk. Met gouden, of een beetje koperkleur. Nee, meer koperkleur toch wel, denk ik. Stipjes. Helemaal mijn cup of tea, zullen we maar zeggen. Ook al drink ik geen thee. En dan als laatste deze roze, zachte, knuffelbare kussenhoes. Die wil ik hier op bed gaan doen. Omdat het denk ik bij dit, vooral dit dekbed, echt wel leuk past. Dan maakt het wat zachter, denk ik. Daarom een nieuwe kussenhoes. Dan was dit mijn interieur, accessoires, fashion shoplog. Weer even wat leuke dingetjes voor het najaar. Ik vind dat wel heel erg leuk. Ik ben veel bezig met mijn interieur. Ik hou heel erg van interieur. En zo met kleine dingetjes kan je toch net weer even opspijzen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!